Welkom bij dit filmpje over tekst 11 uit het Griekse tekstboek Argo. Deze tekst gaat over een stukje uit het belangrijke boek Ilias van Homeros. Dat gaat over de strijd rond Troje. En deze tekst, daar gaat het een en ander aan vooraf. Dat zal ik eerst even kort vertellen. Op dit plaatje zie je een priester, Chryses. Je herkent hem aan zijn witte gewaden en de staf in zijn hand. En hij probeert zijn dochter Chryseis terug te krijgen. Hij is daarvoor naar Agamemnon gekomen in het Griekse legerkamp. En Agamemnon weigert het. Je ziet dat hij hem weer wegstuurt. Want, zegt hij, ik heb Chryseis gekregen als aandeel in de buit. En ik ga haar niet zomaar meer weggeven. Bekijk het maar. Nou, dat was niet zo handig, blijkt, want Chryses is de priester van Apollo. En Apollo, die zien we hier met zijn pijl en boog. En Chryses bidt tot Apollo en Apollo besluit dan om de Grieken te straffen met de pest. Die schiet hij met zijn pijl en boog vanuit de verte het kamp in. De Grieken snappen dan dat er iets is wat niet klopt en ze vragen een ziener, Kalgas, wat er aan de hand is. Nou, die Kalgas die snapt heel goed wat er aan de hand is, namelijk Chryseis had al lang terug moeten zijn bij haar vader. En die zegt dat dan uiteindelijk ook tegen Agamemnon. En daar begint onze tekst. Die begint met de titel Agamemnon. Dat is dus de naam van de leider van het Griekse leger. Kai en Achilleus. En Achilles, dat was een andere Griekse held, ook een koning. Hij stond in rang onder Agamemnon, maar in activiteit stond hij eigenlijk boven Agamemnon. Nou, dan hebben we hier, Agamemnon, dat is het onderwerp. Aganaktai in regel 2 is de persoonsvorm. Hij wordt boos, Agamemnon wordt boos. En dan staat hier een dativus, tois en logois, die horen bij elkaar. En dat geeft een bijwoordelijke bepaling aan door de woorden to kalgantos van Kalgos. Dus Agamemnon wordt boos door de woorden van Kalgas. Kai legai. Kai betekent hier en. Legai is hij zegt. En dan spreekt hij tegen een aantal mensen en die noemt hij Hellenes in de vocativus. Die kan je ook herkennen aan dat lidwoordje O ervoor. Grieken. Akuete. Dat kan een jullie zijn of een imperativus. En na een vocativus is het vaak een imperativus, dus een gebiedende wijs. Luister. En dan staat er moe achter. En die staat in de genitivus, want akuo kan gaan met een accusativus, wat normaal voelt. Of met een genitivus, en dat is in dit geval zo. Grieken, luister naar mij. Dan heeft hij het over het meisje dat hij in zijn tent heeft. Chryseis. Haar naam zit in de derde groep. Chryseida is de accusativus. En toi oikoi in het huis. Moe van mij. Egein is een infinitief. Te houden. En dan hebben we de persoonsvorm ethelo. En dan snappen we ook waarom er een infinitief staat. Want ethelo betekent ik wil. En daar komt vaak een infinitief achter. Dus ik wil Chryseis in mijn huis hebben. Huis, tentachtige structuur. Eide, twee voegwoorden naast elkaar. De is een nevenschikkend voegwoord. En ei begint een bijzin. Maar als, en dan is dij de persoonsvorm, het nodig is. Daar komt ook een infinitief achteraan, die zullen we zo ontdekken. Ten koren, het meisje.
Luwijn. Daar is de infinitivus los te laten of te bevrijden. Kai en Palin betekent weer. Eis tom patera. Het voorzetsel eis gaat met een accusativus naar de vader, staat er letterlijk. Maar je weet dan dat het gaat om haar vader, dus dat mag je ook zo vertalen. En dan staat er weer een infinitief. Die hangt ook af van dij in de vorige zin. Dus het woordje kai verbindt Luwijn en Pempijn met elkaar. Dus, maar als het nodig is om het meisje te bevrijden en weer naar haar vader te sturen. En dan eindigt de bijzin, dan krijgen we de hoofdzin. Huto zo prato. Doe ik zo. Je mag natuurlijk een het aanvullen. Doe ik het zo. Dan die hoge punt is een dubbele punt. En dan begint die zin met een infinitief. Redden. Gar. Want. En humas is de accusativus van humeis. Betekent jullie. Ethelo de persoonsvorm. En wederom een ik wil met een infinitief. Want ik wil jullie redden. Maar, autica, meteen. Allo, ti, doron, die horen allemaal bij elkaar. Allo betekent ander, ti is een en doron is geschenk. Het is onzijdig, dus je weet niet goed of het nominativus of accusativus is. Maar aan deze persoonsvorm hier, par egete, zie je dat dat in ieder geval niet allo ti doron als onderwerp kan hebben. Het is geen derde enkelvoud. Dus dan is het een leidend voorwerp. En mooi is een dativus. En dat is hier een aan wie je iets geeft. Want par egete betekent geef. En ook dit is weer een imperativus. Maar geef mij meteen een ander geschenk. Een dubbele punt, want er staat weer een hoge punt. Prepai gar. Want het is passend. Toi hegemoni. Voor de leider. Toon Heleno, van de Grieken, een doron, een geschenk, te lambanijn, lambano betekent krijgen. En dat van de Grieken staat tussen de leider en geschenk in, dus het zou ook een geschenk van de Grieken kunnen zijn. Dat dit heel passend is voor een leider, daar komen we later nog op terug. Nou, Achilles neemt dan het woord. Dan staat er ho de Achilleus. Maar Achilles zegt tegen hem, legai, autoi. O Agamemnon, en dat is een vocativus. Ook weer te herkennen aan dit woord o, Agamemnon. Me, en me is een ontkenning, dus het betekent niet. En je weet dan al meteen, oh, dit is niet gevolgd door een indicativus, een gewoon rijtjesvorm, maar door een imperativus of een infinitief of zo. En de imperativus hier is isti. En dat komt van eimi, het heerlijk onregelmatige werkwoord. Wees niet philokteanos. Mooi Grieks woord, betekent letterlijk een vriend van bezittingen. En mag je vertalen met hebzuchtig. Wees niet hebzuchtig. En philokteanos staat in de nominativus, want het is namelijk deel van het gezegde. Dan gaat hij uitleggen waarom hij dat zegt. Posgar, want hoe? Hoi Elenes, de Grieken. Allo ti doron, die
zagen we net ook al, een ander geschenk. Zooi. Aan jou, meewerkend voorwerp. Ook hier door par e gein, infinitief. Geven. Meluzin is de persoonsvorm, derde meervoud. Hoe zullen de Grieken jou een ander geschenk geven? Vergeet want niet te vertalen, want hoe zullen de Grieken jou een ander geschenk geven? Oeketi, dat betekent niet meer. La fura anemata, onverdeelde buit. Estin. En hier zie je het verschijnsel dat het onderwerp onzijdig meervoud is, maar de persoonsvorm een derde enkelvoud. Dus ze zagen de buit, dat is in het Grieks dus meervoud, net zoals wij het in het Nederlands zien als enkelvoud, terwijl buit bij ons in het Nederlands ook kan bestaan uit meerdere dingen. Ik zal het plaatje hiernaast ook even verklaren, want Troje was een welvarende stad en de omgeving van Troje was ook heel rijk. En op het plaatje hiernaast zie je schatten die echt zijn opgegraven in Troje. Dus als bewijs dat er inderdaad echt heel veel buit was en waarschijnlijk ook nog gaat komen, heb ik dit plaatje er even naast gezet. En dat weet Agamemnon natuurlijk ook wel. Maar op dit moment, met alle gevechten die nu zijn geweest, is er geen buit meer om te verdelen. Dus als Agamemnon zegt, ik wil een geschenk van jullie, dan moet iemand anders zijn eigen geschenken gaan afstaan. Dat is wat Achilles hiermee bedoelt. Agede, dat is een aansporing, vooruit. Nun mentaga, nu snel. Allebei een bijwoord. Pempe, van pempo, zenden of sturen. En dit is de imperativus. Stuur nu snel het meisje ten koren, palin, weer, ijs, ton, patera. Weer die ijs met accusativus naar haar vader. En, dat is deze de, hostagista. Dat kan betekenen zo snel mogelijk, maar ook zodra. En we beginnen hier in een bijzin. Dus dan betekent het zodra. En zodra ten Troja, dat is de stad Troje. Diaphtheiromen, dat is een wij, eerste meervoud. Zodra we Troje verwoesten. En dan begint de hoofdzin. Dora, geschenken. Dit kan ook nominatieven zijn, maar je ziet aan de persoonsvorm par ego men, dat is ook weer een wij, dus dan is Dora niet het onderwerp. Geschenken, sorry, aan jou, meewerkend voorwerp. En dan staat er het woordje triplasia, drie maal zo groot, en dat congrueert met Dora, hetzelfde naamval, getal en geslacht, dus die horen bij elkaar. En par ego men is wij geven. Dus geven wij jou drie maal zo grote geschenken. He, dus dan krijgt hij drie meisjes in plaats van één Griseïs. Nou, eens kijken wat Agamemnon hiervan vindt. Maar Agamemnon zegt, en hij vindt dit helemaal niet een goed idee, want hij zegt, o Achillui. Achillui is de vocativus van Achilles. Achilles, mè, weer zo'n ontkenning die aangeeft dat er een niet-indicativus volgt. En dat is de imperativus, eretice. En die me, daar is de e weggevallen, omdat het volgende woord begint met ook een klinker, ook een e toevallig. Achilles, irriteer me niet. Of Achilles, maak me niet kwaad. Gignosco,
Ik weet, gar, want ik weet. Hoti, dat begint ook een bijzin. Dat mooi aan mij, voor mij, phthonais. En phthonais komt van phthoneo en betekent jaloers zijn. Gaat met een dativus dat jij jaloers bent op mij. En dus Agamemnon zegt nu tegen Achilles, je zegt dit eigenlijk alleen maar omdat je jaloers op me bent. Agamemnon snapt natuurlijk heel goed dat hij meer aanzien heeft omdat hij de grote leider is dan Achilles. En hij verwacht dat Achilles dat eigenlijk zelf ook zou willen. Su de, maar jij, en het wordt heel erg benadrukt, hè, want je hebt die su eigenlijk niet nodig om jij te vertalen. Want dat jij zit ook al in de uitgang ijs, etenlijs. Maar jij wil me toldoron, het geschenk, afairein, dat is de infinitief, die komt na etenlijs. Maar jij wil mij het geschenk afpakken. Dubbele punt. Zo. Hoetoos is dat. Ego, men. En die ego is natuurlijk eigenlijk ook niet nodig, want dat zit zometeen ook in de persoonsvorm. Maar hij gebruikt deze hele zin om eventjes te benadrukken wie die ego is. Ik, ho, hegemon, die twee helemaal aan het eind en aan het begin horen bij elkaar. De leider, to, stolu, die horen ook bij elkaar. Van de expeditie. En dan nog een genitivus als bijvoeglijke bepaling van de Grieken. Ik, de leider van de expeditie van de Grieken, ja, dus dat is allemaal die ik, ouketi, niet meer, timen, eer, ego, heb. En vergeet die hoetos aan het begin niet. Zo heb ik, de leider van de expeditie van de Grieken, geen eer meer, als hij dus dat meisje Griseïs kwijt is. Maar jij, nog een keer met nadruk, maar jij nog, Doron, een geschenk, egeis, jij hebt, maar jij hebt nog een geschenk. En dan legt hij nog even uit wat dat voor geschenk is. Ten koren, het meisje, Briseida. En dit meisje heet Briseis. Ook haar naam zit in de derde groep. En heeft daarom een accusativus op da. Of eigenlijk op a. Dus dan is Briseid. Nou, dit stukje is heel belangrijk. Want voor een Griekse held was time, dus de eer die je hebt, heel belangrijk. Als jij time had, dan had je ook aanzien en respect. Dus jouw hele reputatie draaide om hoeveel time je had, hoeveel je kon laten zien van je van het respect dat andere mensen voor je hadden. Dus als jij inderdaad aantoonbaar minder buit had dan een ander, dan stond je lager op de ladder. En Agamemnon wil dat kosten wat kost voorkomen. Hij wil niet lager op de ladder staan dan wie dan ook. En zeker niet dan die verschrikkelijk vervelende Achilles die hem zomaar durft tegen te spreken. En dan zegt hij, maar, nee, verschrikkend, dus een cirkeltje, als, onderschrikkend, dus begint een bijzin. En die eindigt helemaal daar. Als dus, hoi Hellenes, de Grieken, ook niet, allotidoron, daar hebben we hem weer, een ander geschenk, mooi, aan mij, par egoezin, geven, ten Briseida, dat is dat meisje dus van Achilles, Briseis in de accusativus, mello,
zou ik of ben ik van plan, en daar komt ook een infinitief achter, harpazijn, te roven. Zou ik Briseïs roven? Dus iets afpakken van een ander is minder erg dan zelf iets kwijtraken. Je ziet dat het gedrag van grote leiders niet heel erg veranderd is in de afgelopen jaren. Want, kleine sneak preview in de toekomst, dat gaat Agamemnon ook gewoon doen. Hier zie je dat Briseïs door twee bediendes van Agamemnon wordt weggehaald bij Achilles en naar hem wordt gebracht. Nou, Achilles die snapte natuurlijk ook wel dat Agamemnon meer macht had dan hij en hoger op de ladder stond. Maar dat zegt nog niet dat hij het zomaar accepteert. Maar nu, Aganaktai wordt boos, kai ho Achilleus. Dus eerst had hij nog geprobeerd om alles te deescaleren, maar nu is hij toch ook boos. Maar nu wordt ook Achilles boos, kai legai, en zegt, o kakiste. En dat betekent letterlijk iets van slechtste of lafste. En je mag het vertalen met lafaard. En dat staat ook in de vocativus. Ook weer te herkennen door o ervoor. Lafaard, legeis, jij zegt dat, beginnen we een bijzin. En die eindigt helemaal hier. Een leider, toon Hellenon van de Grieken. En dan het woordje ei. Ei komt ook van eimi, betekent jij bent. Dus jij zegt dat jij leider bent van de Grieken. Maar, dit nevenschikkende voegwoord verbindt de twee stukken bijzin. Oe pote, nooit, tes mages, de strijd in de genitivus, metegeis, jij neemt deel. En metego gaat met een genitivus, dus daar is tes mages. Maar jij neemt nooit deel aan de strijd. En dan eindigt hij met een hoge punt hier, dubbele punt. Elafu, van een hert, want van een hert, kardian. Het woordje cardia is misschien ook nog te herkennen in woorden als cardioloog. Dat is een hartdokter. Betekent gewoon hart. Egeis is jij hebt. Want jij hebt het hart van een hert of een hertenhart. Nou, Achilles die houdt zich nu niet meer in. En zegt gewoon wat hij van Agamemnon vindt. Ego, ik, ai, altijd, en tij mag hij in de strijd, dus, en met een dativus. Kamno betekent zwoegen. Ik zwoeg altijd in de strijd. Maar jij, een grote tegenstelling, alleen maar monon, oinon, wijn, pinijs, van pino drinken, maar jij drinkt alleen maar wijn. Maar, ei, als, beginnen we hier weer met een bijzin, maar als ten briseida, briseis in de accusativus, harpazijn, roven, infinitief. Ethelijs, jij wil, maar als jij Briseïs wil roven, ouse koluo. Niet jou, en koluo betekent tegenhouden. Houd ik je niet tegen. Dubbele punt. Maar, Allah,
Uketi, niet meer, tes magis, de strijd met ego. En die strijd staat weer in de genitivus door het werkwoord. Met ego, deelnemen gaat met een genitivus, maar ik neem niet meer deel aan de strijd. En je vond misschien Agamemnon kinderachtig, maar dit is ook een tikje kinderachtig. Maar ook dit is wel wat er gaat gebeuren. En je ziet hier op dit plaatje dat Agamemnon, dat is degene die staat te wijzen. Achter hem zie je Kalgas, die denkt, oh, dit gaat helemaal verkeerd. En Agamemnon wijst naar Achilles. En Achilles, je ziet dat hij op het punt staat, hij is zo boos om zijn zwaard klaar te zetten voor een goede prik in Agamemnon. Maar dan zie je in die wolk boven Achilles het hoofd van Athena. Pallas Athena had altijd favoriete helden en Achilles was er daar één van. En zij weet hem nog even tot rust te brengen, zodat hij niet Agamemnon gaat vermoorden. Maar hij gaat wel stoppen met vechten. En dat betekent heel veel slechts voor de Grieken. Want de Trojanen krijgen nu alle kans om het gevecht over te nemen. Nou, ook hier is weinig veranderd. De boosheid van een belangrijk persoon of de kinderachtigheid van een belangrijk persoon kan nog steeds heel veel doden tot gevolg hebben. Tot zover dit filmpje.